Tempo jongens, we moeten in een hele korte tijd de bevolking verwachten dat we heel snel de doos hebben uitgepakt en dat alles draait nog beter misschien dan in de oude gemeente. Ruim elf maanden heeft waarnemend burgemeester Marcel Frenzel de taak als eerste burger op zich genomen in de nieuwe gemeente Altena. Hier sta ik dan als voltallig college van burgemeester zonder wethouders. Het is bijna tijd geworden om het ambt over te dragen aan de eerste kroonbenoemde burgemeester van Altena, de heer Egbert Lichtenberg. Frenzel is door veel mensen genoemd als de juiste man op de juiste tijd op de juiste plaats. De taken van burgemeester zijn deskundig waargenomen en serieus ingevuld. Een compliment die als waarnemer maar al te graag wilt ontvangen. We blikken met Marcel Frenzel terug. ...op deze elf maanden als burgemeester van Altena. Voelde u zichzelf ook uh, de juiste man, op de juiste plaats, op de juiste plek in Altena? Nou, dat laat ik vooral een ander over, om dat uh, uh, ja, te beoordelen. Ik heb het hier elf maanden geweldig naar mijn zin gehad. En wat ik heb kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van Altena... ...kon ik alleen maar dankzij de ambtenaren, het college, en de raad en de bevolking... Uh, want wie is een burgemeester? Dat is er ook maar één. Hè. We zijn met 55.000 inwoners hier. Samen hebben we altijd na de elf maanden uh, ja, steeds beter verder ontwikkeld. Ja, en u kwam toen uh, terecht hè, in, in dit gebouw. Uh, uh, zonder wethouder, zonder oomsketen, ja. zonder geoliede organisatie. Ja. Een plek waar uh, nog niemand eerder werkte, althans van het gemeentelijke apparaat. Ja. Eigenlijk was alles nieuw. Alles nieuw. Ja, waar begon u mee toen u op 2 januari uh, uw werkkamer binnenliep? Uh, ik denk dat ik heel snel begon met, uh, met koffie halen en met de gemeentesecretaris, want die was er al, uh, om een eerste overleg te hebben van nou, wat is de eerste prioriteit, waar moeten we nu echt aandacht aan geven en welke besluiten moet het college van burgemeester zonder wethouders uh, gaan nemen uh, deze week. Uh, en was u beslissingsbevoegd? Ik was beslissingsbevoegd, ja. Ja, dat klopt. Dat, dat is de beste verantwoordelijkheid zonder wethouder. Ja, maar weet je, ik, het is niet de eerste keer dat ik het heb gedaan. En oh, ik zit lang genoeg in het politieke bestuur om te weten: ja, dit ga ik niet alleen besluiten. Dit, ja. dit, dit leg ik op de plank dat als we straks wel wethouders hebben, dan gaan we dat nog eens even goed met elkaar bespreken en een besluit nemen. Ja, dus eigenlijk een schifting maken van ja. wat is heel dringend en ja. wat kan nog even wachten. Exact. En eigenlijk was 1 januari, denk ik, uw echte uh, eerste dag als burgemeester van Altena. En volgens mijn informatie was u die oud- en nieuwnacht ook in Altena. om in geval van calamiteiten uh, op te kunnen treden. Was er aanleiding toen om dat te doen? Uh, nou, als je als waarnemer in een gemeente uh, rondom oude en nieuw bent. en er is iets speciaals. en dat kun je wel zeggen dat er hier iets speciaals is. dan is het wel fijn om toch ook. Uh, en met de mensen van de veiligheidspartners, hè, politie, brandweer, eigen ambtenaren. Uh, dichtbij te zijn uh, en, en uh, ja, overleg te hebben. En uh, ja, ik wil wel verklappen dat ik uh, heerlijk heb geslapen in uh, de slaapkamer van. Uh uh, voormalig burgemeester Naterop in uh, Babylonienbroek. Ja, ja. En het was een rustige nacht. Uh, het was een rustige nacht toen ik sliep. En toen werd het 2 januari, uh, de raadsleden werden beëdigd... en u hield uw nieuwjaarstoespraak, ik weet het nog heel, heel goed... want u wilde het vooral samen gaan doen. Heeft u die wens van toen ook in de afgelopen elf maanden... om kunnen zetten in een echte samenwerking? Absoluut, absoluut. Ik vind de raad verdient een heel groot compliment... dat ze van drie... Kleinere gemeenteraden, nu met 31 raadsleden, ja, zichzelf zijn overstegen. Niemand heeft het op in de raad over bij ons in werken dan bij ons in Boudingum of bij ons in, in, in Aalburg Nee, hoe gaan we het doen in Altena? Ja. En dat is zoeken geweest, maar dat gaat goed. En ja, datzelfde geldt voor de ambtenaren. Ja. Samen gaan we het bouwen hier. En met de inwoners, hoe heeft u die brug geslagen? Daar hebben de wethouders het meeste werk aan uh, uh, verricht, moet ik echt eerlijk bekennen. Mijn taak lag meer binnen. Uh, en de wethouders, we hebben heel snel de, de kernen verdeeld. De 21 dorpen, of 20 dorpen in het mooie stadje Woudingum. Uh, en die zijn eigenlijk overal uh, bij activiteiten betrokken geweest. Ja. En natuurlijk bezocht ik uh, de 60-jarige bruidsparen, de 100-jarige en uh, andere activiteiten. Ja. En noem eens een samenwerking die u zelf heel veel energie heeft gegeven. Nou, ik denk dat, dat ik me voordat ik hier kwam niet zo bewust was dat heel veel... Uh, uh, ja, partners uh, van de gemeente Altena boven die rivieren liggen. He, dat we heel veel hebben met Dordrecht. Misschien wel meer met Dordrecht dan met, met, met Breda. Als het gaat om havenfaciliteiten en, en de scheepsvaart uh, en de maritieme uh -huh. sector. Maar ook met Gorkum en Zalbommel. He, dat is als je vanuit Brabant kijkt. Denk je ja, 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 dat zijn hele andere provincies. Maar dat zijn ook buren van de gemeente uh, Altena. En dat, dat, ja, dat vind ik wel heel bijzonder dat we daar met elkaar veel. Uh, uh, energie van hebben gekregen. Ja. Dus ook de samenwerking met uh, andere gemeenten in eigenlijk een andere provincie. In andere provincies, ja, ja. dat klopt. Dat klopt. Waarbij we natuurlijk wel Brabant blijven. Hè? Ja, ja, ja. Want dat is mooi dat u dat zegt. Want de nieuwjaarstoespraak... die sloot u af met de tekst. In Brabant gaat niets boven Altena. Ja. Waarom deze tekst? Nou ja, joh, je moet soms ook zelf even snel iets, iets, iets bedenken. Uh, om, om even de aandacht naar je toe te trekken. Hè. En natuurlijk, iedereen snapt, er was toch een andere gemeente die dat uh, riep. Dat was mm. toch Groningen. Ja. Uh, maar ik dacht, maar als je kijkt naar de kaart van Brabant, dan is er uh, geen gemeente die boven de gemeente Altenaar ligt. Dus ik uh, heb naar waarheid gesproken. En daar sprak ook al een soort trots uit. Ja, want je mag ook trots zijn op deze gemeente. En ik snap dat uh, burgemeester Lichtenberg heel erg blij is dat hij hier mag komen. Mm. En, en Altena blij dat hij komt, want ja, dit is uh, uniek gebied. Ja, in het begin uh, van uw, uw bewind, om het zomaar even te zeggen, uh, verlangde u ook uh, van de gemeenteraad dat ieder raadslid een andere, een nieuwe manier van werkwijze moest adopteren eigenlijk. En de verbinding zoeken met dorpen, uh, met andere inwoners, maar ook vergaderen volgens een uh, strakke vergaderorde. Ik kan me ja. nog herinneren, drie minuten, hè, ja. dat waren de teksten ja. die u heeft geroepen. Uh, hoe vindt u dat de raadsleden dat in het eerste jaar hebben ingevuld? Ik heb net al een compliment gegeven. Ik vind dat we daar enorm in zijn gegroeid. En het is altijd spannend. Uh, je moet de sfeer goed houden. Soms moet je streng zijn. Maar het moet ook wel gezellig blijven. Hè? Mensen zitten hier ook niet omdat we hier uh, uh, debatlessen uh, hebben. Nee, lokale politiek. Uh, en ik vind dat we, als je kijkt hoe, hoe wij dan bij zo'n begrotingsbehandeling tussen ja, half acht en elf met 31 raadsleden... een hele begroting uh, van 120, 130 miljoen... goedkeuren met moties, amendementen, wijzigingen... nou, dan, dan verdient echt een compliment voor de raad... hoe ze het hebben voorbereid. Heeft u daar nog zelf veel in gestuurd? Uh, uh, samen met de Griffie, Griffier in het bijzonder... hebben we ook heel veel aan training en scholing... en, en een voorbeeldgedrag, hè. Ik, ik kan ook putten uit de ervaring van mijn reisstad, waarin er ook drie gemeenteraden van kleine gemeentes voor het eerst bij elkaar waren. En uh, ja, je kunt niet meer zo'n uitgebreid debat met heel veel termijn en maar door blijven praten. En de vergadersetting met die interruptiemicrofoons uh -huh. heeft daar enorm aan geholpen. Ja. Nou, ik vraag het ook een beetje omdat de laatste raadsvergadering uh, waar u bij was, u um, voorstelde om 38,44 euro uit te geven voor een Nederlandse vlag uh, in de raadszaal. En dit onderwerp werd juist met een beetje lach en misschien wel sarcasme behandeld. Maar dat was dus niet het model van hoe er vergaderd werd de afgelopen uh, jaren. Nee, 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 nee. En ik, ik uh, maakte gebruik van de informatie die wethouder van Oosten heel snel. Uh, op zijn uh, telefoon had gegoogeld van wat kost eigenlijk een vlag met stok? Ja. En hij zegt, god, dat is maar 38,44. <laughs> ik denk, nou, dat ga ik gebruiken in mijn antwoord. Uiteindelijk gaat de raad erover en de raad heeft besloten... dat die vlag in de zal wordt geplaatst. Ja. Maar voor mij was het ook wel een moment om te zien... dat er uh, tussen jullie onderling ook gelachen wordt. Ja, 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 ja. ja. We ja. zijn wel een hele serieuze gemeente, maar het moet ook wel gezellig blijven. Hè? Ja. 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 Wat voor soort burgemeester of waarnemend burgemeester wilde u zijn? Uh, ja, toch uh, de aanjager. Uh, en en uh, aan de ene kant uh, tempo, jongens. We moeten in een hele korte tijd de bevolking verwachten dat we heel snel de doos hebben uitgepakt. Ja. En dat alles draait nog beter misschien dan in de oude gemeente. Dat verwachten ze. Dat kunnen we niet waarmaken in een paar maanden. Maar we moeten wel blijven zoeken om het zo goed mogelijk te doen. En uw dus rol daarin? Um, ambtenaren en het college als het een keer fout ging, zeiden: jongens, we zijn een lerende organisatie. Uh, het mag van alles fout gaan. We leren ervan, hoe gaan we het beter doen? En dat is enorm gegroeid. Ja. Um, en mensen hebben misschien ook wel eens gedacht: wat zit die man te jagen? En waarom moet het allemaal zo snel? We zijn pas in het eerste jaar. Maar ja, ik wilde ook met de raad, met de ambtenaren, zoveel mogelijk meters maken. En toen mocht u na een maand gaan samenwerken met, uh, met de wethouders. Ja. Die kende u nog niet. Wat heeft u gedaan om, om ze beter te leren kennen? Nou, de, de enige die ik niet, helemaal niet kende... dat was natuurlijk Hans Staenis en uh, Roland van Vught. Uh -huh. De andere kende ik wel, nog een beetje vanuit het verleden. We zijn heel snel uh, naar het prachtige kasteel Dussen gegaan... Waar we ons hebben teruggetrokken uh, en, en uh, een eerste uh, ja, uitgebreide samenwerkingsbijeenkomst uh, uh, hebben gehad. Hoe gaan we dat doen met, uh, in een Altena? Wat doen we met onze mobiele nummers? Hoe bereikbaar zijn we voor burgers? Hoe gaan we die dorpen verdelen? Uh, nou, hoe willen we samenwerken? Ja. En daar is de basis gelegd voor hoe jullie nu met elkaar samenwerken. Ja, ja. En hoe het straks ook doorgaat. Of heeft de nieuwe burgemeester daar een eigen rol in? Dat geloof ik absoluut. Dat hij misschien begint bij waar we nu zijn. En dat hij ook zijn eigen stempel zal gaan zetten op de samenwerking. En op hoe hij de vergaderingen wil leiden. En ieder mens doet dat op zijn manier. Met zijn kwaliteiten. En, uh, Onhebbelijkheden. Ja, ja, zo gaat dat. Ja. Hoogte, maar ook dieptepunten maak je altijd mee in, uh, in een jaar. Ik denk aan uh, de vele drugspanden die u sloot. Ja. Uh, drugs is een probleem in Altena. Uh, de brand in Woudrichem. De discussie met buurtbewoners over arbeidsmigranten. Ja, zaken die erbij horen, toch? Om ja. mee te dealen als verantwoordelijk man van de openbare orde en de veiligheid. Maar misschien niet altijd makkelijk. En mijn vraag is eigenlijk, maak de positie van waarnemend burgemeester het gemakkelijker om daar beslissingen in te nemen? Om knopen door te hakken? Um, misschien wel. Misschien wel. Uh, aan de andere kant ben ik me eigenlijk altijd wel bewust geweest... de raad moet ook mij volledig kunnen aanspreken... wat heb je nou dan gedaan? Uh -huh. Want ik moet mij ook voor de raad verantwoorden... als er een pand wordt gesloten omdat er ecstasy is... of uh, een, een familie uit het, uit het huis wordt gezet... omdat er drugs is aangetroffen... Uh, dan moet ik me ook verantwoorden. Uh, dus... Om te zeggen, um, ach, je doet dat, want je bent toch weer weg. Nee, ik doe het, heb het gedaan, omdat er signalen uit de samenleving komen, uit de dorpen komen. Van burgemeester, je moet eens weten wat er hier gebeurt. Er komen hier auto's, er is hier handel, mm -hmm. er is hier verloedering. En uh, we willen hebben dat er wordt ingegrepen. Ja. En daar, ik sta bij, ja, schouder aan schouder bij die burgers. Daarom doe ik het. En als we het dan over die drugsproblematieken hebben. Um ja, dan ben ik benieuwd hoe informeert u daar straks de, de nieuwe burgemeester over? Ik heb een drietal overdragsgesprekken uitgebreid met de, de opvolger gehad. Over allerlei thema's, vanaf de start tot en met waar we nu staan: uh, de sterktes en de zwaktes van de organisatie en waar we echt trots op kunnen zijn en waar we nog een, een pad te gaan hebben. Ja. En dit hoort daar ook bij. Uh, en ja, hij heeft natuurlijk hele betrouwbare en kundige ambtenaren op veiligheid zitten die hem uh, goed zullen ondersteunen. En ik ben er natuurlijk ook een beetje in de traditie gestapt van de drie vorige burgemeesters, mm -hmm. maar heb ook mijn eigen accenten gelegd. Uh, en dat zal hij ook weer doen. Ja. En daar zal er ruimte voor. Ja. Ja. Um, als we dan naar de hoogtepunten kijken, want die zijn eigenlijk veel leuker, ja. dan schieten er bij mij een paar uh, te binnen. De lintjes die je mocht uitreiken. Ja. Uh, misschien wel uw bezoek aan Alphen naar Duitsland. Ja. Of het door uh, inwoners ingeleverde zilver voor ja. uh, de Amstelketen. Ja. Uh, um... Ik denk toch, ik heb het woord al een paar keer gehaald, maar dat zit me echt voor op de lippen. Dat, dat de, de trots die we met elkaar hebben, ambtenaren, raad, college, ja. op wat we hebben bereikt in die nog maar elf maanden, uh -huh. en de waardering, dat hoort bij die trots, op de voorgangers die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt. Ja, met de vorige colleges, de vorige raden hebben het mogelijk gemaakt. Waar we nu staan. En dan denk ik, nou, kijk eens naar het pand, kijk eens wat er hier allemaal loopt, hoe het allemaal draait. Um, ja, dat, enige uh, trots mogen ja. we. We zijn misschien wel een streek waarin bescheidenheid uh, de mens ziert, Maar in dit geval zeg ik, enige trots mag er best zijn. Ja. ja, en terecht denk ik. We hebben u gezien op tal van evenementen en bijzonderheden in het afgelopen jaar. Um, een burgemeester wordt daar natuurlijk vaak voor uitgenodigd. Maar bent u zelf ook wel eens spontaan op pad gegaan om uh, te bedenken. Hé, hey, maar daar wil ik graag heen of dat wil ik graag zien. Um. Nou, We hebben de kernen verdeeld onder de wethouders. Dus de, het meeste van de, uh, de contacten zijn uh, door de wethouders gedaan. Uh, ik heb wel heel bewust, heb ik ook in het college geroepen. We zijn uh, een streek waar geloof een belangrijke rol speelt. Maar we hebben ook een aantal kernen waar carnaval een plek heeft. Ja. En nou, daar ben ik ook één op één in die kernen, en met name natuurlijk in Hank en Dussen, uh, geweest. Omdat ik, ja, daar ben je ook van die burgemeester. Ik bezoek een installatie van een dominee. Maar je hoort ook bij de carnavalsoptocht uh, en uh, de feesten en partijen. Nou, dat, die mix past ook bij Altena. Maar daar ging u persoonlijk naartoe? Daar niet ging op uitnodiging? Ook op uitnodiging, maar ik, heb ze, ik ben langer gebleven ze dan, ik, langer gebleven dan <laughs> ze dachten. Uh, en ik heb meerdere bijeenkomsten bezocht yeah. in het dorp. Ja. Welke dossiers blijft u volgen? Wat houdt u aandacht als u denkt aan Altena de komende tijd? Nou, één thema heb je natuurlijk al wel genoemd, dat is, dat is uh, drugs, dat klopt, uh, maar dat is niet een Altena-probleem, maar dat is natuurlijk in heel Brabant, mm. heel Nederland een item. Want ik heb hier, hennep is niet een item zozeer, maar het is toch veel GHB, ecstasy, MDMA, harddrugs. harddrugs en dat is wel zorgelijk. Um, en uh, ja, wat een, een ander thema wat aandacht zal blijven houden, dat is uh, het recreatiegebied de Veense Put. Uh, dat is natuurlijk een, 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 een project wat in de gemeente Aalburg als een historie heeft, waar ik ook bij betrokken ben geraakt en waar ik ook benieuwd ben hoe dat zich verder ontwikkelt. Ja. En wat gaat u niet missen als u hier straks de deur uitloopt? Niet missen, nou. Ja, dan geen slechte koffie hier. Nee, die koffie is, is top. Uh, echte gemalen bonen per kopje. Waar krijg je dat in een gemeentehuis? Uh, nee, ik, ik heb niet iets wat ik niet ga missen. Nee, nee, nee. nee. Ja, gelukkig. Um, we hebben het er net al heel kort even over gehad. Maar uh, straks gaat u uh, ja, aan de slag met de nieuwe burgemeester om hem in te werken. En uh, uw kennis van de afgelopen elf maanden ja. over te dragen. Hoe ziet die overdracht eruit? eruit dan, de heer Lichtenberg? Uh, dat waren drie A4'tjes met... Uh, geloof ik 49 punten. En die hebben we in drie sessies doorgesproken. Uh, uh, van de openbare orde... medewerkers, veiligheidsregio... politie, brandweer, de negen posten... die we hier hebben. Gewoon de feitelijke zaken. En de, ja, de, 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 de... de samenwerking... in het college, de regio... de strategische onderwerpen... de belangrijke onderwerpen, de financiën... Dus ik heb eigenlijk ja, in drie keer uh, met, met hem. Maar heel op hoofdlijnen of op. hoofdlijnen ja, ja ja en hij moet zijn eigen. Ik heb niks zitten inkleuren. Hij moet zijn eigen beeld vormen van uh, de mensen en de organisatie. Uh, uh, hij krijgt geen adviezen mee van uh, van. Nee, nee 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 nee. Nou nee. ik vraag het omdat het zijn eerste taak natuurlijk wordt als burgemeester en u in dat opzicht al veel ervaring heeft. Ja maar de vertrouwenscommissie heeft heel veel kandidaten gezien heeft hem. Uh, uh, voorgedragen. En hebben er ook alle vertrouwen in, en ik ook dat hij dat kan. Uiteindelijk is het de man die de politiek als geen ander kent. Vanuit Drechtsteden. Die ook de ambtelijke organisaties als geen ander kent. Vanuit Oosterhout, ja. Die een directiefunctie heeft, die de regio goed kent. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat hij heel snel die burgemeesterservaring die hij misschien nu niet heeft... heel snel zich eigen maakt. Nou, dat ja. is goed om te horen. Hè? We, een hoop vertrouwen aan ja. hem, uh, aan, aan, kunt u aan hem geven. Um, zelf bent u inmiddels als waarnemend burgemeester geïnstalleerd... in uh, de gemeente Sint-Antonis. Ik had er echt werkelijk waar nog nooit, uh, nou, nooit van gehoord. Nou, schaam je. Ja, sorry. <laughs> ja. En u vertelde me net voor dit interview... dat, ja. dat, dat die gemeente ook een... een een dialect. naam ja. heeft. Of ik hem heel goed uitspreek, weet ik <laughs> niet, maar ze noemen het toch Sint-Tunis. Ja, maar dan klinkt het ook al of je daar weer uh, op je plek zit. Ja, ja, is ja. dus een ander deel van Brabant, dat ligt tegen Limburg ja. aan, hè, tegen Nijmegen aan. En uh, ja, gemeente van 12.000 inwoners, waar uh, de burgemeester onverwacht is vertrokken en waar uh, uh, er een crisis is ontstaan. Uh, en de commissaris heeft gevraagd: wil jij zo snel mogelijk daar hmm. naartoe? En toen riep ik nog, ja maar ik ben nog geen Altena. Ja. En toen zei hij, nou het lijkt me wijs dat, dat je dat toch, even, ja. Ja, dat toch al doet. Dus okay. ik, ik hop nu van het een naar het ander. En is de rol van waarnemer u dan op het lijf geschreven? Ik bedoel, Langzaam... commissaris u al eigenlijk voordraagt. Nou, langzamerhand vind ik het, uh, ja, dit past bij mij in deze fase van mijn leven. Dat ik heel graag weer nieuwe omgevingen, nieuwe mensen, maar weer nieuwe thema's uh, ga uh, verdiepen. En ja, de ervaring die je van de ene gemeente meeneemt, dat de ander daar weer uh, voordeel van heeft. Ja, en daaruit ja. begrijp ik dat u niet verlangt naar een permanente burgemeestersplaats. Nee. nee, nee, nee. 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 Uh, dus uh, is de volgende vraag misschien wel overbodig, maar ik stel hem toch. Want um, ja, als we zo zitten te, te, te praten, dan klinkt Altena als een warm bad, ook voor u persoonlijk. Had u dan niet graag hier in Altena gebleven? U bent net een ja. beetje ingewerkt. Heeft u nooit gedacht, ik solliciteer gewoon op ja. de functie van burgemeester? Ja. 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 Nou, ik ben daar van begin af aan heel duidelijk in geweest. Toen, toen de, uh, de commissaris mij vroeg, zou je dat willen? En de, ik met de, met de fractievoorzitters, uh, de lijsttrekkers uh, waren er toen geweest, ja. sprak. Heb ik dat ook gelijk gezegd: van jongens, ik wil met hart en ziel mij 11, 12 maanden inzetten voor de opbouw van de gemeente. Maar ik ga niet solliciteren en dat is ook van begin af aan helder. Maar en dat, dat is verstand, hè? Later ja, maar dat heeft niet te maken. Ja, ook. maar weet je, dat is diezelfde vraag heb ik in Oosterhout en ook in mijn reisstad gekregen. Uh, en daar heb ik ook uiteindelijk hetzelfde. Hoe fijn ik het ook in al die gemeentes vond en hoe mooi je ook bent ingewerkt en hoe leuk het ook is met die, met die mensen, met de medewerkers, met de bevolking. Op een gegeven moment is het eindig. Ja. Dat dat is, ja. En dan, dan komt er weer nieuwe energie, ook om uh, uh, in een nieuwe gemeente ook weer uh, aan de gang te gaan. En die is sneller gekomen dan u had gedacht? Ja, die is wel uh, misschien een beetje te snel gekomen, ja. maar goed, het zij zo. U zit hier met dubbele petten. Met dubbele petten, <laughs> met twee telefoons ja, twee iPads. Ja, en, precies. Ja, 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 maar dat is maar kort. Als we naar de, de, de toekomst kijken, um, nou, u heeft al verteld waar u altijd naar blijft volgen. Um, wat is uw wens voor, voor deze gemeente? Nou dat, uh, dat de uh, ja, belangrijke projecten voor Altena. Uh, en waar Altena denk ik echt uniek in is in Brabant en misschien wel in Nederland. Dat is, we hebben hier heel veel kennis op het gebied van, van uh, landbouw, uh, van eiwit uh, um, door de bedrijven die hier zijn. En we weten dat uh, ja, de transitie, de, de verandering in uh -huh. de landbouw, dat die heel erg hoog op de haagse agenda staat. De minister die uit dit gebied komt, haar zus die in de raad zit. Ja. Dit is een thema waar Altena uh, mee aan de gang gaat en gaat scoren. Dat, ja. dat, die hoop heb ik, die verwachting heb ik, dat wij echt een broedplaats zijn van innovatie als het gaat om voeding, eiwittransitie, uh, agrarische sector die zich vernieuwt. Um, ja, En innovatie. We ja. hebben hier ontzettend veel ondernemers. Ja. En die willen dat. En de gemeente kan er een beetje bij helpen. En de provincie Brabant, het ministerie. En wij gaan hier hele mooie dingen zien. Inderdaad. En de lijntjes zijn misschien ook wel kort. hè, Met minister Schout inderdaad. Dat die denk die ik. Dat denk ik ook. Ja, dat denk ik ook. Er zijn mooie, mooie kansen in dit gebied. En ja, dat geldt ook voor de maritieme sector. Want ja, we zijn wel een hele grote binnenlandse uh, haven. Wat heel veel mensen niet weten. En ja. die zit wel in Werkendam. Ja. En uh, nou daar hebben we ook mooie plannen voor. Dat zijn toch twee grote projecten. Ik denk van nou, als we daar over vijf jaar terugkijken, wat is er gebeurd met de havenontwikkeling in Werkendam. Wat is er gebeurd met die landbouwsector in, uh, in Altena. Um, dan denk ik dat er heel veel mooie dingen zijn. En dan denkt u misschien wel, daar heb ik ook mijn steentje aan bij mogen dragen. Een kleine bijdrage aan geleverd. Ja. Mooi. Bedankt voor uw eerlijkheid, openpaartigheid. Niet alleen vandaag. Maar ook het afgelopen jaar. U wilde ons altijd te woord staan. Dat hebben we erg gewaardeerd. En ook als het onderwerp soms lastig was. Dat ziet u. Dank u wel. En we wensen u veel uh, <laughs> succes in uh, Sint Antonis. Heel goed. En gezondheid voor de toekomst. Bedankt. Veel succes in Altena. Oké, okay. gaan jullie goed.